Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we verder met Half-Life. Vorige keer gingen we hier verder, we hadden deze guys hier uitschakeld en we gaan terug onder de grond en we zitten in een nieuw hoofdstuk genaamd Vergeet Freeman. En ik denk dat het beter is dat ik deze lift ga gebruiken. Oké, ik ben vrij benieuwd. Piep. Oh boy. Het ziet er wel... Auw. Het is niet zo makkelijk om ertussen te parkouren. Ik zei even niks daar, sorry ervoor, maar ik was geconcentreerd bezig. Oh. Ben je what the fuck, dude? Okay. Dat werkte. Is dat wat ik denk dat het is? Oh. Ja, maar kan die tank daar... Oh, wow. Oei, voilà. Oké, die andere was aan het slapen. Maar ik moet dit. Allee, rot op. Rot op. Oké, nice. Zo. Kijk dat er goede loot in zit. Oké, nice. Hoezo is hij er nog? Oké. Waar is ook met die rockmuziek? Au. Holy fuck, ja. Iets zegt mij dat ik dit wel... Wacht. Klootzak. Ik zie je wel zitten, ja. Ja, en nu zeg je dood, tommerik. Hij is... Ah, en de muziek is gestopt, ja. Het is niks. Hij is dood. Oké, wacht. Oké. Voilà, easy. Easy game, easy life. En wacht eventjes. Ik heb mijn Steam offline gezet. Zodat het er zo niet rechts onderom komt van hé, hey, ik ben iets aan het spelen. Oké, nou waar ga ik nu? Dat zullen we zo zien. Ik heb wel niet zo superveel geld. Lambda kern. En wat de fuck is dat? Oké. Totally not weird. Ah ja, wacht. Ik ben heel benieuwd wat het is. Heel benieuwd. Oké. Ik ga mijn handgun pakken. Ik wil mee, dus gaat dat ding hier nog vertrekken of zit het? Ah, volassen. Zou hier militairen zitten of niet? Ik hoop het niet, want ik ben de militairen een beetje beu. De hoeveel militairen? Ik zal al gedood in deze let's play. Hebben die zelfs nog militairen? Is er zelfs nog een Amerikaans volk? Ah joh, dikzak. Oké, nu de dingen daar. Klasse. Ja, en ik verspil bullets. Maar ja, ik heb toch keiveel ammo voor mijn hand... Ah, wauw, wat dacht hij dat ik... Hier, hè. Wacht, waar zit het? Avlassen. Au ja. Hierse. Dat is zo'n woord van mensen. Hierse. Dat zei ik heel de tijd. Ja. Is dit... Ah, klootzak. Echt rotting. Ik weet niet, maar ik heb echt heel veel zin om mijn crossbar deze episode te spelen. What the fuck.
En zat er iets leuks in? Nope. Ik durf zo niet te ver naar daar lopen, want anders gaat het misschien de volgende level geladen zijn. En dat moeten we niet hebben. En natuurlijk de goede oude held. Gun mij die 100. Oh, no, never mind. Oh, granaatjes. Dit gaat wel heel diep in de grond. Oh, rip. Hier heb ik geen goed gevoel over. Ah, maak je erin? Nee, denk ik niet. Ik wist het, ik wist dat hier die klootzakken zaten, godverdomme. Ik heb mijn cola gemorst. Hey, rot op. Maar ik heb je nu fucking hoofd geschoten, joh. En er zit er ergens nog één, hè. Ah, wauw. Wat een kut. Kijk, hè. Dit is eigenlijk heel makkelijk op te lossen. Zo'n gastjes moet je op deze manier. Ah, kut. Ik heb zo nog maar één bullet. Moet ze dan samenbrengen. Oké. Kom maar, jongens. Hoeveel? Ja, oké. Maar als die moet er nog eentje zijn. De vraag is, waar is die? Die gastjes, dat zijn die kleine gastjes. En die waren ook in aflevering 11, denk ik. Uit het hoofd, jongens. Uit het hoofd. Hier zijn jong. Iedereen in elkaar slaan. Hier. Ja, loopt dus niet weg, zak. Ja! Doe normaal. Ja, what the fuck zelfs. Ik ga die bitches echt te pakken krijgen. Volassen, recht is in de kop, denk ik. Hij is toch dood, dus dat is goed genoeg. Maar er was held daaronder en ik wil kijken hoe ik dat kan pakken. Oh ja, nice. We zijn echt deze aflevering iedereen aan elkaar ontslaan met onze crossbow. Crossbow zei ik, met onze crossbow. Maar dat werkt echt het beste tegen die zwarte mannetjes en dat is wel nice. Oh, godverdomme. Allemaal cola. Hey, ik ben nog niet klaar, hè, vriend? Ah, nu wel, oké. Qua armor staan we er goed voor en huilt. En qua bullets, boah. We kunnen wel nog een storage gebruiken voor granaten en zo. Ik ben echt benieuwd naar waar we gaan, want het gaat zo dieper en dieper. Oh wauw, dat ging echt wel heel diep. Kom, ik ben ongeduldig. Ja, iemand zit al sexy geluiden te maken. No storage, keep clear. Wauw, ik zei net, ik hoop er nooit zo'n storage komt en er gaat gewoon no storage. Dat is echt gewoon kut. Rot op, rot op, rot op. Wacht, wacht, we weten allebei welk wapen ervoor moet. Pakken, hoeveel van u zijn er? Amai, dat was een nipte. Zie, die dingen zijn echt zo makkelijk. En Half-Life denkt dat dat moeilijke dingen zijn. Maar die dingetjes zijn typisch makkelijk. I apologize, Mr. Freeman, but I couldn't risk opening that door until I was sure you'd scoured the area. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who should stay behind to let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Okay, nice. For you, I mean. The reactor is shut down right now, but you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation lab. You're not authorized to know about those. But I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to. Okay. Dus al laat men er maar door, vriend. Access denied. Ja, ja, dat weet ik maar. Volassen, er even eens in kijken. Voilà, komt goed. Merci, man. Okay. Merci, boom. Oké, ik hoop nu die nog nodig had, want anders heb ik al een probleem.
Wacht, is hier iets? Were you in weapons research too? I built the Gluon gun. Ah. I just can't bring myself to use it on a living creature. Ah, hebben we nu net de flamethrower gekregen? Eens testen. Oh, die overleeft dat gewoon. Fucking beast. Dus nu gaan we ontsnappen via de landercomplex. Dat we al proberen via vanaf de vierde episode of zo. Dat is vorige zomervakantie, what the fuck. En denk ik toch wel ver tegen het einde zit. Ah, oei. Zijn vrienden aan het pushen. Ja, zijn vrienden hebben precies niet gehaald. Rot op. Oh, wat? Coolant system. Oké, okay, mooi. Heel leuk systeem. Oké. Okay. Ah, hier moet ik het zeker niet eens springen. Het is weer een kutraadsel. Of niet. Geen raadsel alsjeblieft. Mijn hoofd kan daar niet meer aan. Ben. Bitch. Fucking bitch. Laat me toch eens mijn wapen pakken, godverdomme. Loopt. Ah ja, er loopt er één eronder. Yo, de mannen, yo. Die guys skippen gewoon. Oké. Okay. Ah, echt een kutting. Jij ook, rot op. En jij ook. Headcrabs zijn zo fucking irritant. Echt verschrikkelijk. Oh, hallo. Ik ben geen hond, godver. Voilà. Ik denk dat al zijn vrienden die van de ene kerel die al op voor waren gegaan, dood zijn gegaan. Oké. Okay. Ah, ik snap wat we moeten doen. Pump tank, tank pump. Maar wat? Heb ik mijn einde net gefukt? Oké. En die shit moet ik nog aanzetten. Oké, fair enough. Ah, wauw, nu moet ik langs de ene guy weer gaan hier, zeker. Oh, ik kon het afzetten. Ja, rot op. Ik hoop niet dat ik iets verkeerd heb gedaan daarnet, maar we zullen wel zien zeker. Moet ik hier iets afzetten of zo? Want die hebben zo'n heel systeem gebouwd om bij die reactor daar te komen. En dan moet ik hier nu gaan liggen afzetten. Dus dat is super tof. Hier ben ik nog niet naartoe geweest, dus die gaan komen iets naar hier, ja. Echt kutting. We gaan die echt gewoon overal zitten of zo. Die zijn echt slap, hè, man. Ja. Nee! Oh joh, ik heb geen bullets meer voor deze ding. Wat? Echt kutting, hè, what the fuck. Hoeveel zijn dit er, man? Oh, het is niet de bedoeling, hè. Ha. Oké. Okay. Moet ik hier iets doen? Wat is daar beneden? Wait, volgens mij snap ik hem al. We gaan hier even optieven. We gaan hier langs die andere kant. Voilà. Oh, hallo. Oh, wie zit jij? Let's go, joh, ik ken u helemaal niet. Freeman, isn't it?
You'll need to activate both pumps to flood the reactor, and then that access pipe down there will take you to the core. Time is short. Okay. Deze ding. Deze ding, wallah. Goed ding. Okay, kom jongens. Ik denk niet dat de bedoeling is dat die professor doodgaat. Komen die nog? Oké, wacht. Ik ben in een van de twee coolment systems geweest, maar ik weet niet in welk. Ben ik daaronder al geweest? You thinking what I'm thinking? Nee. Eigenlijk niet. En hoe kan ik zelfs weten wat jij aan het denken bent, maar... Ah ja, hier ben ik nog niet geweest. Daar ben ik vrij zeker van. Oh, snel. Oké, kom maar jongens. Wat? Oh wauw, mijn vrienden zijn vermoord. Typisch. Wauw, ik had dan die nieuwe vrienden en dan zijn die vermoord. Leer aimen. Oké. Echt kutting. Oh, well, die was al dood. Oh man. Ah, stop het. You bitch. Okay. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb iets aangezet. Oh, ik was er bijna in getypt, jongens toch. Volgens mij heb ik zo twee vijvertjes laten maken, zodat ik iets anders kan openmaken ofzo. Ah nee, nevermind. Ah, maar ik mag wel naar water springen ofzo. Hier wou ik zijn. Reactor access. Moet ik hier zijn ofzo? Ah, oké dan. Ik ben nu naar ergens aan het gaan, maar weet ik veel waar. Maar waarom heb ik dan al die dingen aangezet? Om hier te komen? Ah. Waar, ik zou niet weten wat ik aan het doen ben. Ik zou het niet weten. Wat ben ik aan het doen? Oh, moet ik hier opkomen of zo? Echt rot op, bro. Wacht even, ik kom. Ah, wauw, joh. Ah, de reactor die ze. Die hield me een beetje vermoorden. Auw. What the fuck? Ik weet niet, ik ben nu bij een of andere reactor en. Auw, ja, moet ik weer naar beneden vallen. Oh. Ah, wauw. Ik mag dat ding dus niet aanraken. Oké. Oké. Open dat. Oh. Fucking hell. Oh, phew, daar ben ik vanaf. What the fuck? Hoe was dat, man? Ah, bedankt. Waar? Hey, mij niet opsluiten, zak. Oké, nu hier naar boven gaan. Wacht. Waarom doe ik dat? Als dat een lift is. Maar de lift werkt precies niet. Moet ik daar aan inspringen of zo? Ja, niet hopen dat me dat gaat lukken. Oké, wow, what the fuck. Ah, hallo. Mag erin? Een beetje onbeleefd, sorry. Ah, wow, er is een deur. Ik ben dom. Wacht even. Even hierin. Dat ga ik ook gebruiken, joh.
Ah, en dan moet jij weer de pret verpesten. Oh man, irritante dingen. Echt rot gewoon nu al op. Auw. Stommerik. Oh, wat is dat? Oh wauw, nu ben ik in de kamer ernaast. Hey. Dat is handig. Kom maar, hoe verder naar hier. Auw. Ah, mijn ding moet reloaden. Zak. Auw. Oh, dat ding heeft nog damage gedaan ook. What the fuck. Mag ik erin? Nee, dat mag niet. Ze hadden geen zin om een extra lab te bouwen. Bro. Ah, misschien dat wel de juiste momenten. Oké. Here we go. Ah ja. Een beetje een metro. Ah ja, wie moet erop springen, godverdomme. Oké. Nee, ze is moeilijk. Shit, vriend. Ah, dat was niet de bedoeling. Waar de fuck ben ik? For real. What the fuck? Ja, dat verdient jij. Ja. Maar what the fuck zelfs. En hoe moet ik dan horen geraken? Huh? Ik snap hier niks van. Oké, wacht. Zou je daar gewoon boven mogen? En gewoon niet moeilijk doen. Wij, joh. Port 1. Ah, dat zijn verschillende poorten, joh. Ah ja, oké, okay, port 1 heb ik gehad. Oké, okay, ik snap hem. Oké, okay, en nu gaan we eens in port 2. Aflassen. Dat is geen... Oké, okay, hopelijk is dit de juiste. Wacht, wat? Oh. Auw. Port 6 is het al niet. Dus eerst port 1. Nee, wacht. Zo. En dan port... nu 2. Port 6 al niet. Dat is wel een vies ding. Oké, okay, nu port 4. Ah, oké, okay, het is dus port 4. Rot op. Oké, okay, en hoe moet ik hier wegkomen? Ah, wauw. Port 8. Goeie gok. Is dat een goede gok of niet? Nee, een slechte gok. Oké. Okay. Dus eerst was toch port 2? Ja. Ah, wacht. Ja. Oké. Okay. En dan... Port 4. Oké, okay, en port 7. Dan moet het zijn. Daar lijkt het wel op. What the fuck, joh. Yeah. Deze is gekke werk. Maak je erin? Ah, fuck jou, ik ben fucking dom. Hier kom ik van. Sector 02 of zo. Oké, okay. Okay, ja, ik snap hem. Ga eens terug om. Ah, voilà, luister naar mij. Hey. Dit is zo moeilijk shit, je wilt dat niet geloven. Hoe hard dit mijn brain fukt. Oké, okay, ga ik hier eindelijk weg zijn? Dus alsjeblieft van wel. Welke poort? Ah, ik had poort 7 gepakt. Dan is alleen maar poort 9 dat ik moet proberen. Is
Ik ben toch al ver rond geweest, of niet? Ik had iets geopend. Dan moet ik nog iets anders openen, zeker. Of ik moet sneller zijn. Dat is hem, denk ik. Ja, oké. Mmm! Oh, nice. Ben er. Dus, vond deze lange video van Half-Life leuk? Was een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer Half-Life. En ik zeg ciao.